Grashoek heeft een eigen dorpsblad. Het initiatief komt voort uit een grote vraag van de inwoners om meer informatie uit het dorp te krijgen. Een werkgroep vanuit de dorpscommissie is aan de slag gegaan. Een jaar of twee geleden hadden wij een bijeenkomst met verenigingen. En daar gingen we ophalen wat zij belangrijk vonden. En toen kwam een nieuwsblad voor Grashoek heel duidelijk naar voren. En er was gelijk ook iemand die zei, daar wil ik de schouders onder zetten. En zo hoorden we meer geluiden van verenigingen. En toen dachten wij, nou ja, dit moeten we gewoon gaan doen. En toen viel Hallo dus ook nog weg als nieuwsblad. Dus toen was het helemaal een gemis. En toen hebben wij een oproep gedaan van wie zou dit willen doen, samen met ons als dorpscommissie. En zo is deze werkgroep ontstaan. En inmiddels zijn we ongeveer, sinds die eerste bijeenkomst 2 jaar verder. En nu hebben we een eigen nieuwsblad. En ja, we zijn heel blij met hoeveel enthousiasme we van Utrecht ook hebben gekregen. Mede omdat G de schouders eronder hebt gezet. En ook van organisaties naar BWIG, waar Sjaak van Heij is en Louis ook met het zorgen. Fantastisch. De verenigingen ook, die al financiële toezeggingen hebben gedaan. Dus wij eigenlijk alles met hem om dit op te starten. Kijk, waar een wil is een weg. Juist, en die weg die hebben de mensen gevonden. Grashoek staat voor Grashoek en zetten allemaal de schouders eronder. Dus, en wat je wil, dat lukt. Zo simpel is dat. Het blaadje zal 4 keer per jaar uitkomen. De verenigingen betalen zelf mee om het blad te bekostigen. Wat we in eerste instantie hebben bedacht is dat alle verenigingen en stichtingen een kleine financiële bijdrage doen. Als dorpscommissie hebben we ook nog links en rechts wat potjes die we eventueel zouden kunnen gebruiken. Dus we willen nog niet met advertenties gaan werken en op die manier hopen we het in ieder geval zo te kunnen bekostigen. Nou, het is een best wel uitgebreid boekje geworden. Echt een nieuwsblad van 16 pagina's. Vol belangrijk nieuws, dingen van verenigingen, maar ook leuke verhalen over mensen. Dus ik ben heel benieuwd wat iedereen ervan vindt. Er zal allicht wel puntjes zijn die verbeterd kunnen worden. Maar in eerste instantie hebben wij gedacht hoofdzakelijk ook de verenigingen te presenteren. En ik denk dat dat ons vrij goed gelukt is. De eerste editie valt volgende week huis in huis in Grashoek op de deurmat.